De vijfde editie van Poetry and Beyond afgelopen zaterdag in Tori Osso was een groot succes. De open microfoon trok een groot aantal voordrachtskunstenaars en muzikanten. De verhalen die gedeeld werden waren heel variërend. Ze gingen over huiselijk geweld tot de situatie in het land. Het thema, in de stilte levende woorden, kwam goed tot uiting via de verschillende kunstenaars die hun verhaal achter hun stilte deelden met het publiek. Er was spoken word van Henry Pendragon, Tapoto, Koloku, Esten Cohen en Simone Urayukawa. De live painter Rachel Neyman maakte een prachtig schilderij dat op poëtische wijze werd onthuld door poetry performer Sulile Blinker. Er waren muzikale optredens van Ilham Ahmad Ali samen met tablaspeler Rocher Suhaven en gitarist Satish Seogobind. De artiest Carter gaf een denderende one-man-show. We streven erna om talent te ontwikkelen, een podium te bieden en ondernemend met hun talenten om te gaan, zegt initiatiefnemer Sulile Blinker van Platform Support Suriname dat de avond organiseerde. Zondag 7 mei is er weer een Kokolampu Poetry Session.